Wij zijn gisteravond aangekomen. We hebben een hele uitleg gekregen van en Adrie van der Poel en Henny Kuiper. En vanochtend vertrokken en de hele etappe meegemaakt. Dus de ravatiëring, het hotel van de renners bezocht. We zien wat ze aan voeding krijgen. En we hebben het hele peloton, maar we zijn er natuurlijk voorgereden. Hebben gevolgd achter de reclamecaravaan. Dat is fantastisch. Ja, geweldig. Mocht een dagje mee met de Rabo. En dat is altijd weer een onvergetelijke ervaring. Ik ben van kinds af aan bij de wielrij betrokken. Mijn vader was vroeger jurylid en ik ben zelf 5 jaar vicevoorzitter van de KNWU geweest. Dus het wielerbloed zit er wel een beetje in. Kunt u nou eens in het kort uitleggen wat nou zo mooi is aan de wielersport? De verhalen. We hebben gisteravond aan tafel ook de oude verhalen van Henny Kuiper, Adrie van der Poel, Rob Harmeling. En hoe is het om met Henny Kuiper in een auto te zitten? Henny is een goed gastheer. Hij rijdt iets minder ruig dan vroeger, maar nog steeds vrij ruig. Maar de limieten en de snelheden zijn wat beperkt. En hij vertelt alleen maar over vroeger, maar ook over wat er in de koers gebeurt. Dus dat is enorm waardevol voor ons en voor de klanten. En ik kan inmiddels zelf ook wel een hele hoop verhalen vertellen van wat ik allemaal meegemaakt heb. Bijvoorbeeld Rob Harmeling was ik bij toen die Olympisch kampioen ploegentijdrit werd. En ik was erbij toen Van der Poel de Ronde van Vlaanderen won. Kuipertje, ik weet het nog precies, Olympisch kampioen, wereldkampioen. Het is geweldig om die oude verhalen op te halen. Als jullie zo de Tour volgen, krijgen jullie dan echt een Tour de France gevoel? Of is het ook meer een gevoel een beetje op afstand? Nee, je krijgt het heel goed. Je ziet het promodorp, je ziet de karavaan, je ziet de renners, je bent in het hotel. Je ziet wat ze eten. Nee, je krijgt dat gevoel heel goed. Veel beter dan nog wanneer je het volgt vanaf de televisie.